ingezoomd. Welkom bij de tweede ingezoomd van dit jaar. Vandaag kijken wij heel graag binnen bij Stefan. Hallo Stefan. Hallo Kelly. Hallo, alles goed met jou? Ja, dat moet wel. Wij mogen vandaag een keer binnenkijken bij je thuis. Ja. Ik heb een klein verzamelingsje, maar nog eigenlijk miniem, maar toch een beetje eigenlijk van wat mijn dag is. Hoe is je verzameling eigenlijk gestart en wat verzamel je zoal? Maar mijn verzameling is eigenlijk gestart als ik als klein, ik zit al van jongs af aan bij Carrefour op de Boerke, zijn eigenlijk gestart. En daar was onze erevoorzitter, Jean-Jacques May, ook nog prins geweest in 1970. Die heeft mij een keer op een dag bij hem thuisgeroepen. En dan kreeg ik een ganse zak mee met allemaal medailles van hem. Maar natuurlijk, ja, die zak, ja, je krijgt dat als ketje, je krijgt daar een keer in, maar je krijgt daar nog niet echt belang aan wat of hoe dat allemaal is. En nu, na zoveel jaren eigenlijk later, door de corona, heb ik de zak een keer helemaal leeggemaakt en alles beginnen te sorteren. En er zijn toch mooie stukken uitgekomen. En ja, zo is er eigenlijk een kleine verzameling van medailles begonnen eigenlijk. Dan willen wij dat toch wel heel graag zien. Ja, ik ga dat een keer tonen zien. Eigenlijk is het hier gestart van de jaren 80 eigenlijk. 70 een beetje en 90 een beetje. Die had ik allemaal gekregen. En de rest heb ik zo een beetje door vrienden en zo bij kunnen hebben. Dus van de jaarmedailles heb ik, moet zeggen, bijna allemaal op 1 à 2 na heb ik gans die collectie eigenlijk. En ook bijna allemaal, bij de medailles eigenlijk, overal de pinsen eigenlijk, heb ik ook bijna allemaal. Dus. En wat is zo het meest unieke stuk van heel de verzameling voor jou dan? Wat ik eigenlijk nog van verzamelingen, wat ik ook wel tof vind aan de medailles van de groepen eigenlijk, dat is surtout eigenlijk Dijf als Sint-Ruikers. Dat was eigenlijk een groep die had eigenlijk altijd hun medailles gemaakt op basis van hun thema. En dat vond ik echt wel, ik vind dat eigenlijk zou dat moeten terugkomen dat de groepen zo'n medaille maken op dingen gericht van hun thema eigenlijk. Like die rupsen en zo, met de verfborstels. Allee, dat vind ik wel uniek eigenlijk, dat zou terug mogen terugkomen. En wat ik ook nog in de verzameling heb, is eigenlijk de Pijperplekkers. Dat is een groep eigenlijk ook heel lang geleden ontstaan, maar daar hebben mijn ouders nog in gezeten. En ik heb daarvan toch ook nog de medaille kunnen bemachtigen en een sticker. Dus dat is ook wel nog leuk dat je dat in mijn bezit hebt. Wat ik ook heb, is een beeldje van Tasten Deuvel, wat ook wel uniek is. Dat ik weet dat er niet veel prinsen hebben. En deze heb ik dan toch ook wel eigenlijk in mijn bezit. Dus, ja. En hoe ben je daar dan specifiek aan gekomen? Dat was eigenlijk bij mijn vader thuis, hoe dat er aangeraakt is. Ik weet het ook niet, maar... Oké. Ja, ik moet zeggen, het is heel mooi uitgesteld voor ons op de tafel. Maar waar ga je dat in jouw huis een plaatje geven? Ik ga dat ooit op een plank allemaal zetten en dan zou ik dat wel echt in mijn living omhoog hangen. Tegen een muur, een grote muur dat ik heb. En daar zou ik ze wel allemaal willen omhoog hangen en een spot opzetten. Dus, ja. Oké, en jij bent ook een zangtalent, klopt dat? Ja, zangtalent, ja, je speelt gezegd. Maar ja, ik heb toch wel al enkele liedjes gemaakt. En nu hebben wij zo van over 2 jaar een eigen groepje met 3 man opgestart. Dat is met Patte en met Andy nu Ofnar. Dat is Los Fibros Trios. Dus ook een toffe naam wel. Maar we maken toch wel toffe liedjes. Dan hebben we er al 2 gemaakt en dat zit goed. Dus, ja. En kun je zo een keer iets laten horen? Zo? Misschien wil je wel iets zingen voor ons om deze leuke aflevering af te sluiten. Dan ga ik hier misschien afgaan als een gieter. Nee. Helemaal niet. Zoek het op YouTube of zo. Ja, we moeten het erop plakken. Heel erg bedankt, Stefan, om jouw verzameling te tonen. We hebben ervan genoten alweer. Dus heel erg bedankt. En dan nog succes met het een plaatje te geven in uw huis, zou ik zeggen. Ja, dat zal goed gebeuren. All right. Dikke merci en tot snel. Ja, tot snel. Dadah.